Welkom bij deze speciale avondvullende uitzending van TV Rijnmond. Eindelijk is het zover. 7 weken hebben wij uitzendingen verzorgd over de Aardig Onderweg Awards. En dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Daar hebben ook heel veel mensen naar gekeken. En nu zijn we beland bij het punt waar we willen zijn. Namelijk de grote finale hier in het nieuwe Luxor Theater. Vanavond wordt bekendgemaakt welke genomineerden naar huis gaan met een award. En met het prijzengeld van 10.000 euro. En u gaat vanavond bepalen wie naar huis gaat met die 10.000 euro van de publieksprijs. Ik zou zeggen, zet alvast wat lekkers op tafel, want we gaan er een hele gezellige avond van maken. We hebben optredens van Martin van Waardenberg, van Lee Towers, Corny Jansen Danst, Anita Meijer. Ik kan nog wel even doorgaan. En de presentatie is in handen van onze hunk Jan Kooijman. Nou, ik zou zeggen, er staat dus nog maar 1 ding te doen. Naar binnen en genieten. En ik zeg het nu nog 1 keer. Kijk mee, doe mee en stem vooral vanavond mee bij de finale van de Aardig Onderweg Awards 2013. Waarom voel ik me toch zo thuis in Rotterdam? Waarom ben ik toch iedere keer zo blij als ik weer terug ben van even weg geweest? Is het om de stad, waar je 's morgens vroeg wordt wakker gehouden door heimachines, drillboren en de schettermuziek van Radio 538? Of is het om de zoveel bezongen havens waar je als Rotterdammer kennelijk geen genoeg van kunt krijgen? Of is het misschien de cultuur, de balletten, de schouwburgen, de muziektempels? Of misschien mijn favoriete voetbalclub? Met wie ik een haat-liefde-verhouding heb, al naar gelang het resultaat wat ze hebben behaald. Of is het misschien mijn favoriete kroeg, waar het gekanker op alles en iedereen me als muziek in de oren klinkt. Of zijn het de mensen, de Rotterdammers zelf, die elkaar niet kunnen missen, die elkaar herkennen, die elkaar helpen waar dat nodig is. Die met elkaar praten over al dat moois en zinvols dat ze tot stand hebben gebracht. Of nog tot stand gaan brengen met iets waarmee ze aardig onderweg zijn. Want voor elkaar opkomen en samen ondernemen, dat kunnen ze in Rotterdam elkaar helpen. Met paardentram, daar is het mee begonnen. Maar men had voor die paardentram al snel iets nieuws verzonnen. Een tram op stoom, wat een plezier. De reis werd steeds completer. En vanaf 1904 werd het vervoer steeds beter. Met tramboot, metrobus, ik zeg RET was aardig onderweg. Aardig onderweg, dat is een kreet. Met ons mee. Gemaakt om te verbinden. Het is dat wat hier wel bij vinden. Steeds beter. Aardig onderweg. Wij samen. Metro was het toverwoord zo'n 40 jaar geleden. Verbinding tussen Zuid-Noord, de havens en de steden. De metro werd de rug gegraat en ging van A naar B. Terug naar aarde werden al je reizen vlug gemaakt. En met de sneltram samen verkeerde Rotterdam in de staat van halleluja, amen. Een club met veel talent. En ik zeg, de RET was al aardig onderweg. Een club met veel talent. En ik zeg, de RET was al aardig onderweg. Weg, yes. Yes, 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 let's go! Aardig onderweg, dat is een kreet om van te houden. Aardig onderweg, het reist altijd met ons mee. Gemaakt om te verbinden, en te kunnen wat we er wel bij vinden. Steeds beter! Aardig onderweg, wij samen, u en RET. We brengen u heel
graag van uw huis naar het theater. Het zij over de weg of misschien over het water. Naar de hoek van Holland, misschien wel naar Den Haag. Bereiken we de bestemming is gelukkig niet de vraag. Dus gaat u zitten, comfortabel en veilig. Uw welzijn tijdens onze reizen is heilig. Van uw school naar uw werk, van uw werk weer naar huis. De RET brengt u thuis. Van uw school naar uw werk, van uw werk weer naar huis. De RET brengt u thuis. Thuis. Juist. Let's go. Kom op. Cheer. A God's skills, y'all. A rock out. Rotterdam. Yes, yes. De maat om te verbinden, het humeur zal zich er wel bij vinden. Steeds beter. Aardig onderweg, wij samen. Aardig onderweg, aardig onderweg. Dat is een kreet om van te houden. Ik hou ervan. Aardig onderweg, het reist altijd met ons mee. Met ons mee. De maat om te verbinden, het humeur zal zich er wel bij vinden. Steeds beter. Aardig onderweg. Aardig onderweg. Boom. Dames en heren, uw gastheer van vanavond, Jan Kooijman. Wat heerlijk. Dank u wel. Welkom allemaal. En wat een heerlijke opening niet onder leiding van het huisorkest van de RET Aardig Onderweg Award. Onder leiding van Carlo van der Put, het Codarts huisorkest. Ze zitten hier. Een groot applaus voor hen nogmaals. En ook voor Winnen en God Skills die zo mooi die opening verzorgden. Welkom hier in de zaal en vooral ook welkom Rotterdammers thuis. U kijkt allemaal mee en wij gaan u een feestje voorschotelen. We hebben schitterende acts klaarstaan voor u, echt waar. En ik zie hier mensen nu al een beetje twijfelachtig kijken. Ik zie een mevrouw helemaal schrikken, want die denkt dat is die jongen die bloot op een dame lag in de bioscoop met een sok om. Nou, geen zorgen. Mijn sokken die zitten gewoon netjes in mijn schoenen vandaag. We gaan er helemaal niets aan doen. Ik zie ook een meneer hier heel erg schrikken. Die denkt, die zet mij straks in een lift en er staan er 30 dames voor hem. Ook dat gaan we vandaag niet doen. Maakt u zich geen zorgen. Wij gaan hier een feestje bouwen. We hebben prachtige acts. En bovenal, we gaan een aantal schitterende prijzen weggeven. De Aardig Onderweg Awards. En er zijn hier vast een aantal heel zenuwachtige genomineerden al. Mag ik wat vingers zien van een zenuwachtige? Ja, die zitten daar allemaal. Ja, een groot applaus alvast voor alle genomineerden. Daar horen we straks absoluut meer over. Ja. En als u nu thuis denkt van, hè, verdorie. Zitten al die mensen lekker in het theater? Daar had ik ook wel bij willen zijn, maar het is natuurlijk een privéfeestje van die RET. He, allemaal werknemers, ik kan er toch niet heen. Dat is niet helemaal waar, want u had hartstikke goed kaartjes kunnen scoren. De mensen die hier nu in de zaal zitten zijn de gelukkigen. Er was een grote run op die kaartjes. En we hebben een heerlijk vol nieuw Luxor hier met een aantal werknemers die zo gelukkig waren dat ze een kaartje verloot kregen. Want zo doet de eigenaar van de RET dat gewoon, de directeur. Ik heb vroeger veelvuldig met het openbaar vervoer gereisd als kleine Rotterdamse jongen. Rennend naar tramlijn 7, 9. Eigenlijk was ik meer een soort hele grote rugzak met een klein jongetje eraan vast. En altijd te laat, want ik rende nooit hard genoeg. Het was één grote ellende. En misschien moeten we hem er gewoon eens bij halen, die baas, die directeur van de RET. Hij is hier, Pedro Peters! Kom er maar bij, Pedro. Oh, kijk, daar is hij al. Kijk eens, Pedro, deze is voor jou. En is mijn eerste vraag, dat snap jij natuurlijk heel goed. Waarom stoppen die trams nou nooit voor kleine jongetjes die met grote rugtassen rennen naar een tram? Ja, ik denk dat ze toen al zagen dat jij flink moest trainen. Ja, of zo. Dat zal het geweest zijn. Je moet toch wat verzinnen? Dat zal het absoluut Dit hadden we niet afgesproken, nee, dat je is deze waar. Vraag nee, maar wat we wel hadden afgesproken is dat jij mij gaat vertellen wat nou de meest veel voorkomende klacht is bij de RET op dit moment. Niet op tijd. Niet op tijd, mensen. Niet op tijd. Maar wat is nou het mooiste compliment dat je krijgt over jouw schitterende organisatie? Oh, dat vind ik wel ja, leuk. Ja, daar mogen we wat uit maken. Nou, dat gaat vaak om hele kleine dingetjes. Dat is een mevrouw die een mailtje stuurt omdat die buschauffeur gisteren heel even wachtte toen het oude vrouwtje instapte tot ze een stoel gevonden had.
En niet alvast gas geeft, zodat ze in één keer op de achterbank ligt. Mooi, hè? Dus ja. dat soort dingen. Mooi. En ik ben ongelooflijk blij dat ik niet op het feestje van de NS terecht ben gekomen. Want dan had het waarschijnlijk, het duurt wat langer, maar we zijn toch al aardig onderweg geheten vandaag. En dat is bij de RET niet het geval, dank toch? Dank u wel. Alsjeblieft. Ik geef je graag even het woord om jouw schitterende publiek toe te spreken. Ga je gang. Ja, dank je wel. Ja, mensen, daar staan we weer. De derde jaar achter elkaar de grote finale van de Aardig Onderweg Awards hier in dit schitterende Luxor Theater. Aardig Onderweg. Moet u zich voorstellen dat als je als bedrijf, als RET, zo'n initiatief neemt, dan wil je laten zien waar je voor staat. En de mensen verbinden, dat is ons werk. En dat gaat soms goed, gaat soms niet goed. Hè? Jan zei het al. Maar letterlijk vervoeren wij iedere dag 600.000 mensen naar allerlei plekken in de stad en in de regio. Maar ook figuurlijk verbinden we mensen. We brengen mensen bij elkaar. Wie heeft er geen herinneringen aan die RET? Die eerste stiekeme afscheidskus in dat bushokje? Of die metro waar je voor het eerst dat leuke meisje zag zitten? Hoeveel verkeringen zijn er niet gestart en uitgemaakt in de tram? Allemaal hebben we van dat soort herinneringen. De RET verbindt de stad en wij noemen dat Aardig Onderweg. En 3 jaar geleden hebben we gezegd, we willen mensen, en daar zitten die genomineerden, we willen mensen die hier iets bijzonders doen, willen we mensen die aardig onderweg zijn, of die anderen aardig onderweg zijn, helpen, die willen we een podium geven. Een bijzonder podium en 5 gelukkige mensen zelfs een flinke geldprijs. En in die 3 jaar, mensen, er zijn schitterende initiatieven voorbijgekomen. Zelf, als directeur, bemoei ik me nogal met die awards. Niet omdat ik me alleen maar verantwoordelijk voel, maar omdat ik het zo leuk vind. Het is ontroerend. Het dwingt respect af als je ziet wat die mensen allemaal doen. En niet alleen nu, omdat ze even op tv kunnen komen. Nee, gewoon iedere dag weer doen ze echt hele leuke dingen. Dat dwingt respect af en dat inspireert mij. En het inspireert de RET om dat te doen. En laten we nou eerlijk zijn. Wat een stad. Om te wonen, om te werken. We mopperen vaak. We lezen de krant, we zien de tv. Criminaliteit, vandalisme, egoïsme. Allemaal somber gedoe. Maar Aardig Onderweg laat een hele andere werkelijkheid van Rotterdam zien. Gewoon een werkelijkheid die echt bestaat. Hele mooie initiatieven van mensen. En daarom ben ik trots dat ik jullie gastheer voor de RET vanavond mag zijn. Want ook dit jaar waren de initiatieven weer bijzonderder. Weer mooier dan het jaar daarvoor. Je ziet steeds meer nieuwe initiatieven. Geweldig. Die van vorig jaar waren al zo mooi. Die winnaars zijn er trouwens ook. En van het jaar daarvoor zijn er ook als eregasten. Heel bijzonder. Daarom ook trots en eigenlijk gewoon dankbaar voor zulke mooie mensen. En ik ben er zeker van dat jullie aan het eind van de avond dat in ieder geval met me eens zullen zijn. Ik wens je een geweldige avond. Er is ook nog een leuke afterparty. Maar de avond wordt geleid door Jan Kooijman. Dankjewel. Mooi. Dankjewel, Pedro. Mooi gesproken. Ik kan mij voorstellen dat iedereen heel erg benieuwd is naar de story so far. De RET Aardig Onderweg Awards, de story so far. En daar hebben we een heel mooi filmpje van. Kijk maar even mee. De Aardig Onderweg Awards 2013. Grootser en indrukwekkender dan ooit. Op 15 januari ging de inschrijving van start met een actie waarbij het Rotterdamse publiek ons vertelde aan wie we een bos bloemen mochten geven. 100 bossen kregen een nieuwe eigenaar. Daarna ging het hard. De inschrijvingen stroomden binnen. Op 16 februari kregen ruim 50 inschrijvingen de kans om zich aan het comité van aanbeveling te presenteren. Zij kozen vervolgens 12 genomineerden in 4 categorieën. Oh, geweldig. Kijk eens aan. Helemaal blij. Super. Wauw. Top. Helemaal leuk. Super. De afgelopen weken keek u in grote getalen naar de uitzendingen op RTV Rijnmond, waarin deze genomineerden door ambassadeurs Marjan Mudder, Sjoerd Plezier en Gerard Meijer uitgebreid aan ons werden voorgesteld. En het doet me wat, dat raakt me ook. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja.
U keek niet alleen in grote getalen, maar u stemde ook massaal op uw favoriete kandidaat voor de publieksprijs. De genomineerden voerden campagne, in de stad en via de sociale media. En nu? Nu is het zover. De ontknoping van de Aardig Onderweg Awards 2013. Welke vier genomineerden zijn door de jury als winnaar aangewezen? En wie kiest u, live vanuit de zaal of via de rechtstreekse uitzending van RTV Rijnmond, als winnaar van de Aardig Onderweg Publieksprijs? We gaan het zien. Dit zijn de Aardig Onderweg Awards 2013. We gaan dat zeker zien, dames en heren. En ik kan me voorstellen dat de genomineerden in de zaal hier met best wel wat extra spanning zitten. Want het is namelijk zo, we geven een aantal juryprijzen weg. Maar er is ook één speciale publieksprijs. En daar zal vanavond de hele avond op gestemd kunnen worden. En misschien, Pedro, is het nu een goed idee om bekend te maken welke drie genomineerden ook nog eens genomineerd zijn voor de publieksprijs. Ja, dat wil ik heel graag doen. En voor die genomineerden, we hebben het op internet kunnen volgen hoeveel stemmen we hadden. Maar vanavond, alle drie de genomineerden voor de publieksprijs beginnen weer opnieuw met 0 stemmen. Dus iedereen, ook de mensen die al lang gestemd hadden, opnieuw stemmen. Want alle drie hebben vanaf nu evenveel kansen. Zo is dat. De drie genomineerden die nog kans maken op de felbegeerde publieksprijs 2013 zijn... Pamely. Yes. Ja. Floor. En Mark. Ja, gefeliciteerd jongens. Dat is nog eens een mooie kans op nog een extra prijs en wel de publieksprijs. En dat betekent dat we dat heel officieel gaan aanpakken. Pedro zei het al eventjes, er is veelvuldig gestemd. Maar vanaf nu moet er opnieuw gestemd worden. Deze drie kandidaten starten allemaal op 0. Dus als u één van hen wilt laten winnen, moet u toch echt uw stem laten gelden en bellen of sms'en. Dat kan zo meteen. We gaan eerst even een kijkje nemen bij de notaris, want die hebben wij in huis. Laten we even kijken of hij er is. Notaris, kijk. Daar bent u. Gaat het goed? Ja, we horen u niet, maar het mag wel knikken. Ja, gaat goed, hè? Heeft u lekker koffie gehad? Heel goed. Er wordt goed gezorgd voor de notaris. Dat maakt mij ontzettend blij, want anders zou ik nog met koffie langs moeten. Dat zou jammer zijn. En zoals dat zo mooi heet, ik heb het Martijn Krabbe diverse malen horen zeggen... De lijnen zijn nu geopend. Ja, er wordt gelachen, maar je moet niet lachen. Nee, blijf nog even hier, Pedro. Alsjeblieft, zeg. Ik ga jou zo afkondigen. De lijnen zijn bij deze geopend. U ook in de zaal mag natuurlijk sms'en en bellen. En vooral thuis dat ook eventjes doen. Mag ik nog een heel groot applaus voor Pedro Peters hier. Ja. De publieksprijs van de Aardig Onderweg Awards 2013. De ontknoping nadert. Het gaat om uw mening, uw stem. U bepaalt welke genomineerde met deze felbegeerde prijs naar huis gaat. Bent u voor Pamely, die zich samen met bewoners, jongeren en stagiaires onvermoeibaar inzet om Rotterdam te laten zien wat de wijk Spangen allemaal te bieden heeft? SMS dan BAM naar 6620 of bel 0909-8851. Of voor Mark, die mensen die net als hij lijden aan de ziekte van Parkinson door middel van danslessen hun zelfvertrouwen weer teruggeeft. SMS dan Mark naar 6620 of bel 0909-8852. Of bent u voor Floor, die verstandelijk beperkte jongeren uit hun isolement haalt en ze dingen laat ervaren die voor andere jongeren zo vanzelfsprekend zijn. SMS dan Floor naar 6620 of bel 0909-8853. Laat uw kans niet voorbij gaan. Ja, drie schitterende doelen. En ik kan mij voorstellen dat het thuis ongelooflijk moeilijk is om nu te beslissen op wie u gaat stemmen. Maar u zult het toch moeten doen. Eén van deze gaat naar huis met de Aardig Onderweg Publieksprijs. Het is tijd voor het eerste echte optreden. U heeft zo net al heel eventjes gezien tijdens de opening. Maar ze zijn hier ook met een eigen geweldig optreden. Het is een urban dansgroep die behoorlijk aan de weg timmert. Ze stonden afgelopen vrijdag nog onder andere mijn bezielende leiding in de halve finale van Everybody Dance Now op RTL 4. Ze zijn een geweldige dansgroep. Ze haalden op een nippertje net de finale niet. Ik was er zuur van, maar ik had er weinig mee te maken verder. Ze zijn hier, ze zijn geweldig. Een groot applaus voor God Skills! Thank you.
Zij is tweevoudig Nederlands kampioen debatteren en wethouder van haven en verkeer en vervoer in Rotterdam. Voor de uitreiking van de Aardig Onderweg Award in de categorie Voor de Stad is hier Jeannette Balieu. Dames en heren, wat weer een fantastische...
fantastische performance hier en een geweldig gevuld nieuwe Luxor. Ik ben er enorm trots op dat we vanavond weer zo'n fantastische Rotterdamse avond krijgen. En als wethouder verkeer en vervoer ben ik natuurlijk ook heel erg trots op de RET. Want net een hele betrokken directeur. Maar natuurlijk staat er een heel team. Alle medewerkers van de RET staan met die directeur iedere dag die prestatie te leveren die de RET in de stad en in de regio levert. En als dat geen performance en topprestatie is, en eigenlijk moeten we dan zeggen goed onderweg is, dan is dat natuurlijk wel wat de RET aan het doen is. Dus wat mij betreft ook een applaus gewoon voor die RET. Maar vanavond gaat het natuurlijk over de Aardig Onderweg Awards. Dus niet over de RET, maar wel over al die mensen die inderdaad zo betrokken zijn. Hier en in de stad, in de regio, iedereen die meedenkt, wat kunnen we nou allemaal doen? En daarom gaan we kijken naar de nominaties voor de award voor de stad. De eerste genomineerde in de categorie voor de stad is een vrouw die zich inzet voor verse groenten voor de voedselbak. Nou ja, ik bedoel, als je 3 kinderen hebt en dit is wat je hebt aan verse spullen, dat is gewoon te weinig. En daarom heeft Angela een groentetuin ingericht waar vrijwilligers verse groenten verbouwen voor in de pakketten. Kleding en vervoer voor onze mensen dat ze hier fatsoenlijk aan het werk kunnen. En daarnaast dat we plantjes kunnen kopen en materialen om de oogst te verlengen. De eerste genomineerde is Angela voor de Stichting Voedseltuin. Ook genomineerd is een man die zich inzet voor meer inspraak door de buurtbewoners. Wat je nu ziet is dat alle buurtbewoners daarop gaan reageren via Buurboek. Daar ontstaat echt een soort gemeenschappelijke mening nu. Door Buurboek krijgen buurtbewoners de kans te reageren op bestemmingsplannen en krijgen ze dus echt een stem in de ontwikkeling van de buurt. Buurboek is een heel eenvoudig, laagdrempelig middel waarbij juist heel veel mensen meedoen. De tweede genomineerde is Maarten voor Buurboek. De derde genomineerde is een vrouw die zich onvermoeibaar inzet om de buurt Spangen op de kaart te krijgen onder de inwoners van Rotterdam. Wat wij nu willen is ook een heel mooi klossie te maken. 1 of 2 keer per jaar komt hij uit, waarin we echt de mooie verhalen van Spangen kunnen vertellen. De derde genomineerde tenslotte is Pamely voor Welkom in Spangen. En inderdaad, ik hoorde al wat voorzichtig applaus tussendoor, maar natuurlijk een applaus voor alle 3 de genomineerden en al het werk wat wordt verricht. En het zijn sowieso al succesvolle acties, zal ik haast zeggen. Maar er is natuurlijk maar 1 winnaar en dat is in deze envelop de winnaar voor de Aardig Onderweg Award 2013. In de categorie voor de stad is Angela Vermeulen. Ja, kom hierheen, want anders horen we jullie niet, jongens. Kom bij die katheder staan. Ja, zo is dat. Gefeliciteerd ook. Ja, je krijgt hem natuurlijk verdiend gewonnen. Ja. En fantastisch en heel veel succes met het project. Ja, en nu heb ik alleen heel hard gewerkt de laatste maanden, maar dit heb ik niet voorbereid. Echt iedereen van de tuin. De jongens die daar zitten, we hebben vandaag weer zo hard gewerkt in die kou. We gaan goede spullen voor ons kopen. We kunnen de oogst vervroegen, want dat weer van de afgelopen maanden. En we gaan de oogst verlaten voor de voedselbank. En we gaan er iets heel moois van maken. Jullie zijn allemaal een keer welkom om gewoon te komen kijken bij ons. Want het wordt echt mooi weer. En dankjewel. Geef nog een groot applaus. Angela Vermeulen, gefeliciteerd. Angela, je mag die kant op. Ja. Dankjewel. Ja. Schitterend. En zo hoort het toch ook eigenlijk. Iedereen heeft recht op heerlijke verse groenten. En daar zorgt Angela hartstikke goed voor. Hartstikke mooi om te zien. Dit is natuurlijk niet de enige prijs die wordt weggegeven vanavond. Er zijn er nog een aantal. En zo is er ook nog steeds de publieksprijs. Laten we nog 1 keer naar de genomineerden kijken. De publieksprijs van de Aardig Onderweg Awards 2013. De ontknoping nadert. Het gaat om uw mening. Uw stem.
U bepaalt welke genomineerde met deze felbegeerde prijs naar huis gaat. Bent u voor Pamely, die zich samen met bewoners, jongeren en stagiaires onvermoeibaar inzet om Rotterdam te laten zien wat de wijk Spangen allemaal te bieden heeft? SMS dan PAM naar 6620 of bel 0909-8851. Of voor Mark, die mensen die net als hij lijden aan de ziekte van Parkinson door middel van danslessen hun zelfvertrouwen weer teruggeeft. SMS dan Mark naar 6620 of bel 0909-8852. Of bent u voor Floor, die verstandelijk beperkte jongeren uit hun isolement haalt en ze dingen laat ervaren die voor andere jongeren zo vanzelfsprekend zijn? SMS dan Floor naar 6620 of bel 0909-8853. Laat uw kans niet voorbij gaan. Het is 4:00 's middags. In de kroeg aan de bar zitten twee mannen. Ze dragen geel-groene hesjes en op hun rug staat in reflecterende letters verkeersregelaar. Zondag motten we weer, Toon, zegt de lange magere. En veelbetekenend, de marathon. 20.000 hardlopende mafketels en 900.000 bezoekers. Hartstikke tof, zegt die korte dikke. Jammer dat Rinus er niet meer bij is. Weet je nog, vorig jaar dat we het verkeer stonden te regelen bij de Kralingse Plas en dat we helemaal in een deuk lagen om alle moppen die hij vertelde? Ja, zegt die ander, moppen tellen, vertellen, dat kon die. Maar ja, Rinus is dood, dat is het leven. Dat is de dood, Harry, zegt de ander. Rinus heeft zijn eigen door die cholere kanker veel te snel onder de andere kant van de graszode laten leggen. Wat zal die er spijt van hebben, zeg, als die er straks niet bij is, als Feyenoord toch nog op de Coolsingel staat. Weet je nog, vorig jaar, met de marathon, dat we trek hadden in een pilsie en dat Rinus zei, ik organiseer wel wat. Nou mag dat helemaal niet van de grote verkeersregelaar. Behalve als je hele grote dorst hebt. En waar die het vandaan haalde, haalde die het vandaan. Maar even later kwam Rinus terug met 3 ijskoude pilsies. En ik dacht, ja, daar moet je Rotterdammer voor wezen. Want organiseren, dat kunnen ze in Rotterdam. Niet dan? Ja, toch? Nou dan. Zo. Goedemorgen, mevrouwtje. Wat kunnen we voor u betekenen? Nou, er brandt ineens een rood lichtje en ik weet niet wat er is. Nou, misschien moet je dan aan het werk. Maak jij die wagen even af. Met jouw tempo waren de piramides nou nog niet af geweest. Wat is dit, Geer? Het liep gewoon terug. Hey. Dat weten jullie zelf ook wel. Oh, godverdomme, straks zonder baan met z'n allen, joh. Het is niet alleen Gerards probleem, maar we gaan dit samen oplossen. Hoe komen we dat nog 40.000 euro? Maar denk nog eens heel goed na. Zit het in een schuitrommel onder je matras? Ja. Soep met bollen. Godverdomme. Vroeger liep ik marathons. Wat voor bedragen ging dat dan? 5.000, 6.000 euro, soms 10. Als wij de marathon gaan lopen, wil jij ons dan sponsoren? Jullie zijn dik, lelijk. Dat zei ik toch? Jullie gaan dat nooit halen. 40.000 euro. Halen we het niet, dan is de garage voor jou. En jij wordt onze trainer, Kameel. Vanaf vandaag geen taart, bier en sigaretjes meer. Wat is dit? We zijn aan het trainen. Doe eens even lekker normaal. Hoe ver is het eigenlijk lopen hier, zo'n marathon? 42 kilometer, 195 meter. Nou, ik vind het met de auto wel ver. Ja, jongens, kom aan, kom aan! Joes rolt op met je smurfersal. We zijn nog maar een paar minuten bezig. Jullie zijn een schande voor de loopsport. Lekker, heer. Moet je wel vertellen, het gaat niet zo goed. Dit is de laatste kans voor mij om iets te doen met mijn leven. Kom jongens, go, go!
Als jij denkt dat jij op zondag gaat lopen hardlopen, God heeft met ons gesproken. Want we gaan die marathon lopen. Want ik zit niet met een stelletje kanjers in de wagen. Toch? Jongens, kom nou. Je hebt een gouden kilo lichter. Tijdens de marathon bepaal je wie dat je bent. Ik ben straks alles kwijt! Ja, daar gaat hij. Ja, beste mensen, hier is hij dan. Ik zal je een beetje vertellen hoe dat gegaan is. Ik sta op die Coolsingel en dan schieten ze dat kanon af. Snoeihard bij je oor. Dus ik lopen helemaal naar die Erasmusbrug. En ik vraag aan zo'n vogel achter zo'n dranghek, is het nog ver? Hij zegt, nou, nog 41 kilometer. Dus ik was eigenlijk al aardig onderweg, zeg maar. Ik denk, weet je wat, ik neem even een gele kanarie. Want ik had gelezen dat je heel erg op je vochthuishouding moet letten. En ik loop weer verder, lopen. En ik heb al een blaar, weet je wel. En de RET en ik, wij hebben eigenlijk één ding gemeen. Dat is dat we allebei uit Rotterdam komen. Verder ben ik nog nooit met de tram geweest. Maar ik dacht, ik ga nu een uitzondering maken. Dus ik stap een beetje bij Zuid, stap ik zo'n trammetje in. Ik denk, ik laat me een beetje afzetten bij die Mariniersweg. Dan ben ik al een stukje op dreef. Dat laatste stuk loop ik dan wel op karakter, weet je wel. Ja, zo ben ik dan ook. Maar eerst nog even een klein geel kanarietje in een stamcafeetje. En nog eentje, en nog eentje, en nog eentje. En ik denk, ja, als ik maar wel zo voor 5 uur binnen ben. Want dan zal je zien dat je je medailletje nog niet opgehaald hebt. Dus ik waggel een beetje op die Coolsingel. En wat gebeurt mij? Ik loop ineens achter een bloedmooi mokkeltje. Echt niet te geloven, man. Met van die wiebelende billetjes zo. En ik had dit broekje aan. En je ziet het teken nogal. En ik voelde het al zo'n beetje. Hij kwam een heel klein beetje zo met zijn koppie, kwam hij een beetje zo kijken. En hij had een heel klein beetje zo een beetje staan zo. En hij komt boven dit randje uit. Ik zeg, wat is er nou? Wou die ook ineens kijken? Maandenlang voorbereiding, weet je wel. Trainen. Zit hij in zijn holletje, zie je hem niet. En nu op een volle Coolsingel. 250.000 mensen, komt hij ineens kijken. Vindt hij de marathon ineens leuk, weet je wel? Dus ik sta nog met zo'n vlaggenmast die burgemeester een beetje een handje te geven. Maar ik heb wel een medaille gehaald. En ik zal je eerlijk zeggen, als je de marathon echt hebt uitgelopen, nou dan ben je een kanjer, hoor, jongens. Ongelooflijk, echt. Zijn die mensen die de marathon gelopen hebben? Nou, dan verdien je ook een aardig onderweg award, hoor, vind ik. Ongelooflijk. En het mooiste moment als je dan s'avonds in je stamkroegje, je hebt hem gelopen en dan zit je aan de bar. En dan heb je de kramp heb je in je kuiten. En dan zing je eigenlijk heel zachtjes voor jezelf het oude RET-lied. Ken je dat niet, het oude RET-lied? Ken je dat niet? De gele kanarie, ken je die niet? Gaan we even met z'n allen doen, de gele kanarie. Let op, je kent hem zo. Daar gaat-ie. De gele kanarie, die staat op de bar. Die staat op de bar. Ik zit in de penarie. Ja, ik ben in de war, De tapkraan gaat open, Ze schenkt nog eens in. Ik kan niet meer lopen. Maar ik heb het wel naar mijn zin. Makkelijk zat, kom maar met z'n allen. De gele kanarie, die staat op de bar. Ik zit in de penarie.
Ja, ik ben in de war. Ja, ik ben in de war. De tapkraan gaat open. De tapkraan gaat open. Ze schenkt nog eens in. Ze schenkt nog eens in. Ik kan niet meer lopen. Ik kan niet meer lopen. Maar ik heb het wel naar mijn zin. Wel naar mijn zin. Allerlaatste keer. Ja, de geest. Die staat op de bar. Ik zit in de Ferrari. In de Ferrari. Ja, ik ben in de war. Ja, ik ben in de war. De tapkraan gaat open. De tapkraan gaat open. Ze schenkt nog eens in. Schenkt nog eens in. Ik kan niet meer lopen. Ik kan niet meer lopen. Maar ik heb het wel naar mijn zin. Mensen, bedankt. En neem er eentje op mij. Dankjewel. Het Rotterdamse adagium geen woorden maar daden is op zijn lijf geschreven. Dat komt zeer van pas in zijn baan als directeur van het Rotterdams Filharmonisch Orkest. Maar zeker ook in de jury van de Aardig Onderweg Awards. Voor de uitreiking van de award in de categorie Voor de Kunst is hier Hans Wagen. Goedenavond Rotterdam. Toen ik vandaag naar hier kwam, dan dacht ik, het zou misschien toch beter is de Aardig Aangekomen Award heten. Want dat is wel wat Pedro uiteindelijk doet met zijn hele equipe, ons ergens naartoe brengen en we hopen aan te komen. En dan dacht ik weer, nee, het is toch wel leuk om aardig onderweg te zijn. Om te dromen, om bezig te zijn met wat we met klank kunnen, wat we met ons lichaam kunnen. Om te dromen, om grenzen te verleggen en om eigenlijk nooit echt aan te komen. Want wat geeft nu ons leven kleur? De zekerheid van een inkomen en eten of ook de mensen om ons heen, de mensen samenbrengen en dan vooral samen onze grenzen verleggen. Samen dromen over een mooi leven, samen mooie projecten realiseren. En dit is wat kunst en cultuur voor ons doen. En daarom ben ik zo blij dat RET en zijn hele team zegt aardig onderweg om ergens aan te komen zonder er nooit echt te zijn. En dat is de prijs voor de kunst. Dit is wat we met z'n allen doen. En ik kijk graag samen met u naar wat Rotterdam is, want in Rotterdam gebeurt zoveel. We hebben niet alleen mooie gebouwen, maar wat doet de stad leven? Wel, dat zijn al die Rotterdammers en alle mensen die naar hier komen, die met hun lichaam, met hun ziel, met hun hoofd, met alles wat ze hebben en zijn, u willen verblijden, u willen verrassen en u willen laten dromen. Ik kijk graag met u naar de genomineerden voor de kunst. Wauw. Top. De eerste genomineerde in de categorie Voor de Kunst is een man die een culturele hotspot heeft gerealiseerd waar taal, theater en beeldende kunst worden verbonden met de wijk en de stad Rotterdam. Wat ik bijzonder vind aan Maarten is dat hij zo dapper is om zijn eigen stichting te beginnen. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder. De eerste genomineerde is Maarten voor Stichting De Bakkerij. Ook genomineerd is een vrouw die passie heeft voor hergebruik van leegstaande historische panden en dus een nieuwe bestemming geeft aan prachtige brugwachtershuisjes die niet meer in gebruik zijn. Deze panden geeft zij een nieuwe culturele bestemming. Ja, ik vind het geweldig. Het ging met name om amateurkunstenaars uit de wijk Delshaven. Nou, dat is hier vlakbij. Ja, ik vind niet alleen dat Lottie aardig onderweg is, ik vind dat ze heel goed onderweg is. Genomineerd is Lottie voor Stichting Brugwachtershuisjes. Lieve Winnie, wij willen jou even bedanken voor al je inzet en alle mooie concerten die je voor ons organiseert. De derde genomineerde tenslotte is een vrouw die patiënten uit de alledaagse medische sfeer wil halen door concerten te organiseren, gespeeld door CoDart-studenten. Met het geld wat we zouden kunnen krijgen van de RET Aardig Onderweg Award, dat we 100 concerten kunnen geven. Dat we uit kunnen breiden met 100 concerten. Genomineerd is Winnie voor Stichting Lodewijk. U ziet het, ze verdienen allemaal een prijs omdat ze kleur geven aan Rotterdam, kleur geven aan het leven van mensen, van jong tot oud.
Maar helaas, en ik zou ze allemaal een prijs willen geven, kan er maar één winnen. En de winnaar van de aardig onderweg award in de categorie voor de kunst is Winnie Wiegmans. Geef mijn arm. Heerlijk. Op naar die prijs. Heerlijk. In de pocket, zeggen we dan. Alsjeblieft. Het is prachtig wat u doet. En ik geef u dan graag de award om van te genieten samen met je equipe. En vooral ook dit. U mag nog even wat zeggen natuurlijk, want ik kan me voorstellen dat u best wel wat mensen wilt bedanken, toch, op dit moment? Succes. Ik wil graag Peter Paul bedanken dat hij ons opgegeven heeft voor de prijs. Dan wil ik de RET bedanken dat we de prijs gekregen hebben, dat hij dat gesponsord heeft. En dan wil ik graag dat al mijn vrijwilligers opstaan en dat jullie een applaus geven aan mijn vrijwilligers, want die doen het. Kijk. Ja, en dan wil ik nog een heel groot applaus vragen voor deze dame hier. Zij heeft gewonnen. Winnie, geef haar nog een heel groot applaus. Dankjewel. Tja. Ja, we doen even het licht uit. Gewoon omdat het kan. Ja, dat is even. We gaan een nieuw onderdeel starten. Ja, ontdek je plekje in het donker, heet het. Ja, het is een heel spannend onderdeel van de avond. Nee hoor, we zijn er gewoon weer. Maar het is zeker wel een spannend onderdeel van de avond, want er staat alweer een act klaar. En die act is, ja, nou ja, die geeft het woord spectaculair eigenlijk een totaal nieuwe dimensie. Het is echt spectaculair in het kwadraat. Het is ongelooflijk wat deze twee mensen kunnen. Ze zijn afgestudeerd aan de Circus Arts Academy van de Rotterdamse opleiding Codarts. En zij maken van acrobatiek kunst in het kwadraat. Ik wil een heel groot applaus en een muisstille zaal voor Zinzi en Evert-Jan. So happy for your
Ik hou van bouwputten. Kunnen mij niet groot genoeg zijn. Die bij het Kruisplein, vlakbij het station. Geweldig. Die rode en gele hijskranen hoog boven de stad leggen de stalen balken precies waar ze ze hebben willen. Ik kan daar uren naar kijken. Die mannen met die gele helmen, die stilzwijgend hun werk doen. Dan ben ik trots op Rotterdam. Geen woorden, maar daden, denk ik dan. Net als in de tijd met Koen Moulijn. Ja, Koen. Koen Moulijn was echt mijn jeugdheld. Hoe oud was ik? Een jaar of 7. Koen was 1,72 meter, 69 kilo. En op de linksbuitenplaats had hij de snelheid van een straaljager. God, kon die man lopen. Ik ben hem mijn hele leven blijven volgen, ook toen hij al lang gestopt was. Koen was gewoon een moordgozer. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. En niet te koop. Zelfs niet voor Barcelona. Hij bleef liever in Rotterdam. Sportieve man ook. Tovenaar met de bal. Op de linkerflank haalde hij de meest oogstrelende acties, maakte hij. Ja. Een symbool voor Feyenoord en voor Rotterdam. Niet lullen, maar poetsen. 2 jaar geleden is hij gestorven aan een herseninfarct. U mag best weten dat toen ik dat nieuws hoorde op de radio, dat ik even aan mijn keukentafel zachtjes heb zitten janken. Ik moest even een stukje van mijn en zijn verleden wegslikken. Maar ik sta dus aan die bouwput. De mannen leggen die stalen balken precies waar ze ze hebben willen. Met hun gele helmen zie ik dat ze zichtbaar lol hebben in wat ze doen. En ik denk, geen woorden maar daden. Werken, dat kunnen ze in Rotterdam. Tien jaar geleden droomde zij over een eigen backpackershostel in Rotterdam. 4 jaar later opende haar eigen hostel Room en inmiddels weten backpackers vanuit de hele wereld hun weg naar het hostel te vinden. Voor de uitreiking van de award in de categorie Voor Elkaar is hier Mirjam Verschoor. Goedenavond allemaal. Hartstikke leuk om hier weer te zijn. Het is de hoogste tijd voor mij om de award uit te gaan reiken in de categorie Voor Elkaar. En dat vind ik zelf eigenlijk een hele mooie categorie, omdat we 3 ontzettend mooie projecten voorbij hebben zien komen van mensen die echt zich heel belangeloos en met hart en ziel inzetten voor elkaar, voor een ander. En dat was echt heel inspirerend en heel mooi om te zien. En waarvoor heel veel dank ook namens mij. Ik wil gelijk maar even gaan kijken naar de genomineerden in deze categorie. Echt cool, man. De eerste genomineerde in de categorie Voor Elkaar is een man die zelf leidt aan de ziekte van Parkinson en ontdekte dat hij door dans zijn vrijheid en zelfvertrouwen terugkreeg en deze rijkdom nu ook deelt met mede-Parkinson-patiënten. Dat gevoel van in die studio dat het fijn is om te bewegen, dat is goud waard. De eerste genomineerde is Mark voor Dance for Health. Ook genomineerd is de vrouw die leeftijdgenoten met een verstandelijke handicap laat genieten van activiteiten die voor anderen van haar leeftijd zo vanzelfsprekend zijn. Als je gaat praten over idols, over The Voice, ja, dat kan je wel met je persoonlijk begeleider van 40 bespreken. Maar dat is toch heel anders dan als je dat gewoon met een student kijkt. Koffertje openen. Openen? Ja? Ja. En dan kijken wat erin zit. En dan kijken welk stickertje dat is. Ja, klopt. Ja? Ja, goed. High five. Doppie. Ja. Genomineerd is Floor voor Stichting Bond. De derde genomineerde tenslotte is een man die zich inzet om mensen die financieel of lichamelijk niet in staat zijn klussen in huis op te knappen, hiermee te ondersteunen.
staan bomen, hè? En je het weet. Vroeger kon je dus de hulp krijgen van je buren, maar die hebben het nu zelf ook moeilijk. En ja, ik kan daar gewoon niet tegen. En daar moet gewoon niet aan gedaan worden. Genomineerd is Wim voor Stichting De Uil. Ja, er kan natuurlijk inderdaad maar één de winnaar zijn. Ik hoop wel echt ook voor de andere twee projecten dat echt, wil ik zeggen, super wat jullie doen. Echt heel mooi om te zien. En ik hoop dat het meedoen aan deze Aardig Onderweg Award voor jullie ook heel veel moois en positiefs gaat brengen. Voor nu ga ik nu de winnaar bekendmaken. En de winnaar in de categorie voor elkaar, dat is Floor van Stichting Bond. Loop met me mee. Daar is die, je prijs. Pak hem vast. Yes. Ja. Wauw, en Floor, jij hebt wel echt je hele fanclub meegenomen, ja. Hè? Wie zit hier allemaal? Wauw, mensen. Heel veel stemmers voor Floor. Hartstikke. Oh, en ballen. Oh, weg. Ben je... En is het... Ho, is het... Afgelopen nou zeg, ben je gek geworden? Het is hier geen kermis. Potverdrie, we zijn een gala hier. Denk erom. Moet even ingrijpen, Floor, sorry. Ga je gang, dank voor. Ja, onwijs bedankt. In het bijzonder wil ik graag Robin en Paul bedanken. Alle begeleiders, alle jongeren, hun ouders en iedereen die het mogelijk maakt om onze jongeren een leven te laten leiden wat elke andere tiener ook verdient. Onwijs bedankt. Nou, schitterend. Floor, van harte gefeliciteerd. Heel goed gedaan. Je mag die kant op. Hartstikke goed. Ja. Ja. Oké, van wie was die bal? Ja, zie je? Ineens geen vingers meer, hè? Niemand had die ballen meegenomen. Denk erom. Ja, nou ja, schitterend. Ook Floor, hartstikke blij. Zij strijdt overigens niet voor een stichting die zich inzet om bont te dragen. Ook al staat er op haar shirt bont. Denkt u dat niet? Het is totaal iets anders. Mensen thuis vooral, die nu nog steeds aan het stemmen zijn. Want dat brengt mij opnieuw bij de publieksprijs. Er kan nog steeds gestemd worden, ook vanuit hier in de zaal. En laten we nog één keer kijken wie er ook weer precies genomineerd waren. De publieksprijs van de Aardig Onderweg Awards 2013. De ontknoping nadert. Het gaat om uw mening, uw stem. U bepaalt welke genomineerde met deze felbegeerde prijs naar huis gaat. Bent u voor Pamely, die zich samen met bewoners, jongeren en stagiaires onvermoeibaar inzet om Rotterdam te laten zien wat de wijk Spangen allemaal te bieden heeft? SMS dan BAM naar 6620 of bel 0909 8851. Of voor Mark, die mensen die net als hij lijden aan de ziekte van Parkinson door middel van danslessen hun zelfvertrouwen weer teruggeeft. SMS dan Mark naar 6620 of bel 0909 8852. Of bent u voor Floor, die verstandelijk beperkte jongeren uit hun isolement haalt en ze dingen laat ervaren die voor andere jongeren zo vanzelfsprekend zijn. SMS dan Floor naar 6620 of bel 0909 8853. Laat uw kans niet voorbij gaan. Ja, en terwijl Floor onderweg is om haar strandballen te verzamelen en hier terug de zaal in te komen, zit ik hier even bij de andere twee genomineerden die ook kans maken op die publieksprijs. Mark, toen jij hier kwam zitten vanavond, had je toen verwacht dat je genomineerd zou zijn voor de publieksprijs? Gehoopt. Ja, en nu zit je hier met klotsende oksels. Ik zal het niet laten zien. Maar... Nee, doe dat maar niet. Nee. Het is op televisie allemaal en dat ziet er zo onsmakelijk uit. Waarom zou jij zo graag ook de publieksprijs willen winnen vanavond? Dat is heel simpel. Morgen is het 11 april, is het Wereldparkinsonzondag. Omdat er voor de ziekte van Parkinson nog steeds geen medicijn is. Want het project Dent for Health is iets waarmee mensen weer plezier in hun beweging krijgen. En waarvan zelfs een begin van verwachting is dat het de ziekte kan vertragen. En dat maakt mij zelf heel blij, omdat het mezelf... aangaat en ik hoop dat ik daar heel veel mensen ook blij kan mee gaan maken, omdat het hun leven verlengt en verbetert. Ja, schitterend. Kijk, en daar is Floor. Floor is terug met je prijs. Mooi gesproken door Mark. Biecht het maar op, van wie waren die ballen?
Die waren van mijn bondgenoten. Kijk, je bondgenoten. Ja. Je hebt veel mensen gemobiliseerd ja. om te stemmen de afgelopen weken. Klopt. Is dat vanavond ook weer het geval? We hopen van wel. Okay. Zo. En waarom vind jij dat juist jij vanavond die publieksprijs mee zou moeten nemen? Ik vind dat mijn jongeren verdienen om letterlijk een figuurlijke stem te krijgen. Okay. Ze kunnen zelf niet sms'en, dus dan zoveel mogelijk mensen die wel kunnen sms'en. Heel goed, helder verhaal. Pamelie, gefeliciteerd. Ja, ook jij nog steeds in de running voor die prachtige publieksprijs. Ja. Ja, je voelt de vraag natuurlijk al aankomen. Zou jij zelf nog iets willen zeggen over waarom de mensen nu juist op jou moeten stemmen vanavond? Ja, om heel kort te zijn, Spangen is een wijk wat heel lang een hele slechte wijk is geweest. Met een wijk met een heel slecht imago is het al lang niet meer. Spangen is een hele leuke wijk om te wonen, een mooie wijk om te wonen. En wij willen als bewoners nou eens af van het slechte imago. En dat doen we met bureau Spangen. We vertellen het mooie verhaal van Spangen, het leuke verhaal. Dat doen we met elkaar, met bewoners, met jongeren. Dagelijks op de website. En we zijn ook een werkleerbureau, dus jongeren kunnen bij ons ook het vak van media leren. Hartstikke goed. Ja. Nou, drie schitterende genomineerden. Ik ga hier inmiddels uit mijn hernia kruipen, want ik zit hier in een heel onhandige positie, maar dat maakt allemaal helemaal niet uit. We zijn aangekomen bij een volgende onderdeel en het maakt mij een beetje trots dat zij hier zijn vandaag. We mochten ze heel eventjes lenen van Matthijs van Nieuwkerk. Hij is groot fan en dat ben ik ook. Een jonge Rotterdamse band. Zij heten de Kick en ze gaan nu spelen. Een groot applaus voor de Kick! Nou ja, wacht even jongens, want die gitaarversterker moet wel even opwarmen zodat hij het doet. Maar ja, kijk, op de tram of de metro moet je ook wel eens wachten, weet je wel. Ja hoor! We hebben geen tijd. Eigenlijk altijd liefst natuurlijk uit dat deurtje gekomen daar zo. En het zou ook de eerste keer zijn dat ik dan een keertje niet met mijn jasje tussen een deurtje had gezeten waarschijnlijk. En het knopje wat erop zit, wat werkt ook echt. Hè? Heb je al gedrukt op de knopje? Dan gaat hij ook echt open.
Ja, doe maar even. Joh, schiet op, erheen. Ries, kun je even kijken? Wacht, hè. Hey. Mooi, hè? Ja, jongens, kosten de moeite gespaard, hoor, de RT. Echt serieus. Jongens, deze jullie, dit is een nummer wat jullie allemaal kennen. Hopelijk. En jullie mogen het meezingen, dus wij doen het even twee keer voor. En dan moeten jullie antwoorden, hè? Zo gaat het een beetje in zijn werk. Het is net Amsterdam, jongen, wat dat betreft, weet je wel. Dat was een geintje natuurlijk, hè. Ja, eens even doen? Ja. Toch wel. Hè, lekker, hè, zo onder elkaar. Gezellig, hè. Ja, 1, 2, 3. Simone! Doe het nog een keer, doe het nog een keer. Wauw. 1, 2, 3. Simone. 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 Je ziet me nooit eens staan. Simone. Simone. Altijd in het rood gekleed. Ik wil met haar een date. Ze heet Simone. Simone. Ze hangt in kringen rond. Waar ik me net. Nooit zou betonen. Ooit komt er een dag waarop ik lach. Simone, geef me nou een kans. Ik val er bij de vleet, is altijd op dieet. Zo is Simone wie? Simone. Ze hangt in kringen rond waar ik me never nooit zou betonen. Ik ben verliefd, Simone. Geef me nou een kans. Met z'n allen jongens, echt hoor. Simone. Je ziet me nooit meer staan. Simone. Ja, ik zou alles doen voor een gemeende zoen van mijn Simone. Als ik het lef eens had, ja zou Simone. Dan belonen wie? Over een jaar, dan schrijf ik haar. Simone, ben al zo lang verliefd. Simone, Simone, je ziet me nooit eens staan. Simone, Simone. Nieuwe luxe, en de twee, iedereen, nu jullie, 3, 4. Jongens, fijne avond, volgens mij is het pauze, maar dat mag ik volgens mij niet zeggen. Jongens, bedankt, te gek, heb een fijne avond, jongens. Later. Directeur van de RET en gastheer van deze avond is Pedro Peters. In uw speech heeft u verteld dat u ontroerd was. Waar komt dat vandaan? Ja, je hebt het zelf denk ik wel gezien. Als je ziet wat voor initiatieven er zijn. Hoeveel energie mensen steken belangeloos om andere mensen te helpen. Met bijzondere dingen. Dus niet de standaard vrijwilligerswerk. Wat trouwens ook heel goed is hoor. Maar echt hele bijzondere dingen. Nou ja, dat is gewoon echt heel mooi om dat te zien. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel erg moeilijk is om mensen teleur te stellen. Ja, dat is het ook. En er waren 134 inschrijvingen. Toen bleven er 50 over. Toen heb jij gezien hoe er gepitcht is op die dag. Dan blijven er 12 over. En nu heb je echt de absolute top. En ja, nou, soms heb ik wel gezegd, kunnen we niet iets verzinnen dat ze alle drie... Maar dat moet je niet doen, want een prijs is wel heel bijzonder als je hem in je eentje wint. Dus de jury heeft echt heel lang zitten dubben om te kiezen. Geniet van deze avond. Ja, 100%. Dan verdient u ook een drankje. Oké, dat gaan we nu halen. Dank je wel. U dacht dat Rotterdam zo'n degelijke stad was, hè? Een stad van enkel werken en van bouwen. Een stad waar nooit eens een mens op het slechte pad was, hè? Een stad van enkel degelijke vrouwen. Maar dat is toch niet waar, hoor? Want er zijn er ook een paar, hoor. En daar ben ik er één van.
gevaarlijke vrouwen. Ik ben Ali Siakali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. En kijk, ik is fijn gaan op de lijnbaan. En ik zet iedereen in vuur en vlam. En ik lok de heren mee naar de Kaskadee. En ik doe wat in ze thee. En dan even later, hey, dan zeg ik: oh, ober, kan u nu even komen kijken dan? De directeur van de RET is niet lekker geworden. Ik ben Ali Siakali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. Aan de tafeltjes en aan de bar. Neem me niet kwalijk dat ik u allen nog niet ken. Maar mag ik eventjes vertellen wie ik ben? Ik ben Jaapie de portier. Ik heb zo'n jodelbaantje hier. Ik zeg altijd veel meer. Dag mevrouw en dag meneer. Hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Bij een lied. Want een vrolijk mens is nooit verkeerd. Maak er een zin en zing gezellig met me mee. Want ik ben Jaapie de portier, olarie. Ik ben Jaapie de portier. Ik heb zo'n jovelbaantje hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer. Hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Blijf ik je toch altijd trouw, dat mag je heus wel weten. Diep in mijn hart is er slechts één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij, zul je dat nooit vergeten? Want jij bent heus. Dan jouw liefde voortaan, diep in mijn hart. Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit. Met rakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in het vooruit. Toen hadden wij een kleine jongen als ketelbink bij ons aan boord. Die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord. Die van zijn moeder aan de kade wat zuchtig lachend afscheid nam, omdat hij haar niet durfde zoenen. Die staat jongen. Erasmus heet, of oud, of Ketelbinkie.
Of je een donkieman bent, of een cargador. Of je in Kralingen kan wonen, in een villa. Of op een kamertje met keuken, driehoog vol. We hebben ergens in een plekje van ons body een warm plekje voor de havens en de zee. En als we s'nachts de stoomfluit horen van een zeeschip, dan reist ons hart een eindje met zo'n zomer mee. Ben je in Rotterdam geboren, op het Noordplein of Katendrecht, dan ken je van geen vreemde horen dat die van Rotterdam iets zegt. Want voor de haven en me blaakie, voor me Kolsingel en Hofplein, geef ik subiet mijn laatste knaakie. Daar ken ik alleen mijn eigen zijn. Het was op een dag in januari in Rotterdam op Katendrecht. Toen heeft mijn knul, mijn blonde arie, me voor het laatst gedag gezegd. Hij had gemonsterd op de vrede voor 7 weken uit en thuis. Nou is het 7 jaar geleden en nog kwam Arie niet naar huis. En altijd komen er schepen aan Katendrecht voorbij. Maar de schuit van blonde Arie, die is er nog steeds niet bij. De Maas sta ik vaak in gedachten. Langs de Maas droom ik menige droom. Ik hou van bokken en kranen, van silo's en granen. En ik hou van de schepen op stroom. Langs de Maas kan ik uren staan wachten, want mijn hart staat in vuur en in vlam. Voor je deinende boeien, je scheepsboot die loeien, voor de Maas en voor mij Rotterdam. Ik hou van de haven, daar kan ik mij laven aan de rijkdom die elk schip met zich nam. Ik hou van de kade met rijkdom beladen
want mijn rijkdom dat is Rotterdam. Langs de Maas sta ik vaak in gedachten. Langs de Maas stroom ik menige droom. Ik mag graag zo af en toe in het voorjaar, als de zon denkt dat zijn dagtaak erop zit en klaar is om in het water te zakken, even op een bankje langs de Maas zitten. Van de week komt er een oudere man bij me zitten, ik schat hem voor in de 80, die een praatje met me aanknoopt. Dat wil zeggen, hij praatte, ik luister. Mooi plekje, hè, zegt hij. Ziet u dat gebouw daar aan de overkant? Dat noemen ze de verticale stad. Dat is het hoogste gebouw van Nederland. Dat is van Rem Koolhaas. 300 meter hoog. Ik corrigeerde hem. Ik zeg 150 meter. Ja, zegt hij. En dat maal 2. Tenminste, bij mooi weer. Want dan weerspiegelt het ook nog eens 150 meter in de Maas. Ja... Hij zegt, ik ben van 32 en ik denk wel eens, ze hebben Rotterdam weer mooi opgebouwd. Ik heb alles nog meegemaakt, weet u. Mijn kleindochter van 18, die wandelt vaak en graag met me mee. En dan vertel ik haar over hoe Rotterdam er voor de oorlog uitzag. Dat ik daar altijd even aan moet denken als ik die mooie skyline zie. Maar dan zegt zij, opa, je moet niet zo achteruit dromen. Dat doe ik ook niet. Je moet vooruit dromen, plannen maken, naar de toekomst kijken. Ja, zegt die man. Mijn kleindochter is een echte Rotterdamse. Altijd vooruit dromen, altijd plannen maken. Maar u begrijpt, meneer, als ik mijn ogen even dicht doe en wegdroom, dan zie ik toch altijd weer die verschrikkelijke bommenwerpers en de stad die voor je ogen in de brand staat. Toen bleef het even stil. Maar de plannen voor de wederopbouw, die hadden ze weer snel klaar, zegt hij. Resultaat ziet u hier. Mooi, hè? En ik dacht, ja, plannen maken, vooruitdromen, dat kunnen ze in Rotterdam. Hij stond 25 jaar aan het hoofd van zowel het oude als het nieuwe Luxor Theater. Al voor de derde keer neemt hij plaats in de jury van de Aardig Onderweg Awards. Voor de uitreiking van de award in de categorie Voor de Toekomst is hier Rob Wiegman. Dag dames en heren. Ik heb hier even tussen de, achter de coulissen gestaan. Ouderwets. Het was mijn vak, zo af en toe hier tussen staan. En ik hoorde u zingen en ik zie de volle zaal, zoals het hoort. Vol met Rotterdammers, zoals het hoort. Zo'n zaal moet eigenlijk elke avond vol zijn. Dus daar gaan we weer voor zorgen, na deze prachtige televisieuitzending op deze prachtige avond. Want ik vind het geweldig. Ik hoor net zeggen dat ik voor het derde jaar in de jury zit. Dat klopt en het is een fantastisch vak haast aan het worden om jury te mogen zijn. Ik zie vanavond al die video's weer terug. En ik zie alle kandidaten weer terug. En ik moet denken aan die dag van de week die we hier in een hele middag... van ochtend en een middag hebben we hier boven op de vijfde verdieping... hebben we al die kandidaten voor ons neus gehad. En ik moet u zeggen, dat is fascinerend. Dat is ongelooflijk hoe al die mensen... zich ongelooflijk hebben ingespannen, prachtige filmpjes hebben gemaakt, prachtig verhaal, geweldige presentaties allemaal. En daar word je af en toe helemaal stil van. Je wordt stil van de inhoud, je wordt stil van hoe het gemaakt is. En je hebt, het is al vaker gezegd vanavond, eerder zal allemaal een prijs geven als dat nou eens zou kunnen. Eén keer gaat dat misschien wel lukken, dat er een hele avond dat het gewoon iedereen prijzen gaat krijgen. Maar ja, het is al eenmaal niet het geval. En ook vanavond weer niet.
de categorie voor de toekomst. En dat is een prachtige categorie natuurlijk, hoewel ik eigenlijk af en toe ook dacht van... ja, categorie toekomst, categorie voor elkaar, je kan ze allemaal af en toe uitwisselen. Maar toch is het goed dat er diverse categorieën zijn. Categorie voor de toekomst, u zult het merken, de winnaar die is absoluut volstrekt geschikt om die toekomst heel optimistisch tegemoet te gaan en zijn werk te gaan doen. Maar we gaan eerst even kijken naar de drie nominaties. Linda Voeten van Gol van Open Oren, yeah! De eerste genomineerde in de categorie Voor de Toekomst is een vrouw die zelf ooit slachtoffer werd van een loverboy en zich nu inzet voor meer bewustwording onder jongeren van de gevaren van loverboys. Dat is ook wat ik met de stichting gewoon veel meer wil. Mensen de ogen openen en laten zien van, hey, er zit meer achter. De eerste genomineerde is Linda voor de stichting Open Ogen. Ook genomineerd is de man die zich inzet voor een grotere bewustwording van het belang van gezond eten onder zowel de jeugd als de ouders. Door kookcursussen geeft hij de jeugd de kans kennis te maken met het plezier van zelf een gezonde maaltijd bereiden. En volwassenen krijgen de kans van deze heerlijke maaltijden te genieten. Het moet ook gewoon professioneel zijn. We zijn geen knutselclubje. Ja. Nee, het moet zo goed mogelijk zijn. Ja, weet je. Genomineerd is Bob voor Hotspot Hutspot. De derde genomineerde tenslotte is een man die zich ervoor inzet om jongeren van de straat een nieuwe kans te geven. Jongens, succes hè. Maak er wat van. Denk aan je toekomst hè. Op straat kan je niks verdienen. Met zijn stichting zorgt hij ervoor dat jongeren hun negatieve kennis van de straat inzetten om soortgenoten te helpen en hen ook een vruchtbare toekomst te bieden. De derde genomineerde is Henk voor City Steward. U bent het met me eens, ook weer een categorie waarvan je denkt, waarom moet er nou een winnaar uitkomen? Maar we gunnen hem van harte de winnaar. Voor de Aardig Onderweg Award 2013 in de categorie Voor de Toekomst is Bob Richters. Het is voor jou. Allemaal dankjewel. In eerste instantie het vertrouwen vanuit de woningbouwcorporaties Havensteden en Vestia, die in mij geloofden. En mijn kanjers die daar boven op het balkon zitten. Die echt, ieder mens heeft kwaliteiten. Ik geloof er absoluut in. Je moet ze alleen even weten te vinden. Daar gaan we lekker mee door. Kom allemaal eten bij hotspothutspot.nl natuurlijk. En kost 3 keer niks, is hartstikke voordelig. En, ja, en eigenlijk als laatste wil ik nog even mijn eigenlijk belangrijkste, mijn lieve Mireille en de kids. Oh. Mooi. Nog een groot applaus voor Bob Richters, de winnaar. Geweldig. Je mag die kant op, man. Dankjewel. Ja, super. En gewoon ook even lekker gratis reclame maken hier op TV Rijnmond. Ja, want u kijkt natuurlijk allemaal nog. Hartstikke fijn. De Aardig Onderweg Award. Dit was de 4e juryprijs. Daarmee ook de laatste juryprijs. Dus er is alleen nog 1 prijs te vergeven. En dat is die publieksprijs. Daar kan nog steeds op gestemd worden. Ook thuis. We zijn aardig onderweg. Dat mag ik wel zeggen. En de volgende 4 talenten zijn ook aardig onderweg. Jonge kunstenaars. De kunstenaars van de toekomst, mag ik wel zeggen. 2 dames. Sophia en Isabel. Zij hebben allebei meegedaan aan het Prinses Christina Concours en dan weet je, dan kan je iets. En zij kunnen dat zeker. Ze kunnen geweldig mooi viool spelen en piano spelen. En zij gaan de samenwerking aan met 2 jonge danstalenten van de opleiding Codarts, die een schitterend duet dansen op de muziek van Isabel en Sophia en een choreografie van Connie Jansen. En hun namen zijn Francesca en David. En ik weet zeker dat dat een ongelooflijk mooi optreden gaat worden. Zoals ik al zei, zij zijn aardig onderweg en dat hoort natuurlijk een beetje op zo'n avond die
deze prijzen vergeeft. Het gaat om jong talent, mensen die er veel zin in hebben. Ze staan daar in de coulissen klaar. En ik sprak ze net vanmiddag heel even, want we hadden gerepeteerd. En de meisjes die muziek maken zijn allebei 17 jaar oud. En ik denk dat dit voor hun misschien wel de eerste keer is dat ze voor zo'n ongelooflijk groot publiek staan. Dus wees heel erg lief voor ze. En dat geldt ook voor die prachtige dansers. Ik wil heel graag een heel groot applaus vragen voor deze 4 jonge talenten. Ja, prachtig. Prachtig, prachtig. 4 jonge talenten. Wat kan het toch heerlijk zijn om daar naar te kijken. Niet waar, dames en heren? Hebben we het nog een beetje naar ons zin hier in de zaal? Ja, al gelukkig. Ja, dat dacht ik ook. Dat kan ook niet anders, toch? Met zoveel moois.
Zoals ik net al zei, er is nog één prijs te vergeven, de publieksprijs. Daar kan nog steeds op gestemd worden. Pamelie en Mark en Floor, zij zijn nog steeds in de strijd. En zij hadden, zoals jullie al zagen in de filmpjes, alle drie een eigen ambassadeur. En ik zou hun heel graag er heel eventjes bijroepen om even in gesprek te gaan met hen. Zijn ze hier? Marjan Mudder, Sjoerd Plezier en Gerard Meijer. Zij zijn nog in de zaal misschien, of zijn ze al hier? Kom er maar even bij. Dat is natuurlijk wel fijn om te weten ook waarom zij het zo belangrijk vinden dat hun protégés eigenlijk ervan doorgaan met die publieksprijs. Want het is niet niks, het gaat om een behoorlijk bedrag. Ah, daar komen ze al. Kijk, daar zijn ze. Kom er even bij. Sjoerd Plezier, Marjan Mudder en Gerard Meijer, kom erbij. Hallo. Ja. Kijk, en dan heb ik deze schitterende microfoon achter in mijn zak. Marjan, jij bent de ambassadeur voor het project van Mark. Ja. Wat heeft jou het meeste geraakt toen jij met hem op stap bent gegaan? Nou, met name het verhaal wat hij mij vertelde over hoe het is om die ziekte te hebben. En dat je je lijf niet meer, heel erg niet meer goed kunt gebruiken. En dat hij erachter kwam dat hij door het dansen, als het ware even verlicht werd van de ziekte. En omdat er zo ontzettend weinig is voor Parkinson, was dat voor hem enorm belangrijk. En hij wil dat ontzettend graag aan meer mensen geven. Dus het kan landelijk, het kan wereldwijd worden. Dus het is een prachtig project. Mooi, mooi. Sjoerd, als ik aan jou zou moeten vragen, ja, daar mag zeker voor geklapt worden. Sjoerd, als ik aan jou zou mogen vragen, waarom vind jij nou dat de mensen thuis zouden moeten stemmen en moeten bellen voor het project van... Ik denk dat er over een tijdje een nieuw begrip in Rotterdam ontstaat. En het begrip dat heet naar Spangen verlangen. En dat komt door Pam. Nou, dat is heel erg mooi. Gerard, als materiaalman van Feyenoord sta je daar ineens... Ja. Ik ben 15 jaar verzorger geweest. En sinds de laatste 3 jaar ben ik ambassadeur van de club. Kijk. Verzorgen en ook een beetje van het materiaal heb ik ook wel gezorgd. Maar. Nee, goed. Helemaal goed. Corrigeer mij alsjeblieft. Ik doe dat helemaal verkeerd. Maar ik zou heel erg graag eventjes willen stilstaan bij het geweldig mooie doel waar jij hiervoor staat. Jij hebt hier een hele mooie zaal met mensen voor je. Wat zou jij de mensen willen meegeven? Waarom moeten ze nou juist voor het project gaan van Floor? Eigenlijk wil ik iedereen een prijs geven. Want ze hebben allemaal de best gedaan. Het is geweldig wat er gedaan wordt onder de mensen. Maar Floor, die behoeft geen introductie. Je hebt het vanavond gezien. Geweldig project. En mijn project is in dit geval Floor. Kies voor haar en stem op haar. Mooi. Ja, hartstikke goed. Ja, dat moet volgens mij helemaal goed komen met drie van zulke ambassadeurs. Ja, daar kan bijna geen verliezen meer uitkomen. En die komen er sowieso ook niet uit. Want inderdaad, deze drie genomineerden hebben eigenlijk alle drie al gewonnen. Laten we nog één keer heel even goed kijken naar wie ze ook alweer precies waren. De publieksprijs van de Aardig Onderweg Awards 2013. De ontknoping nadert. Het gaat om uw mening, uw stem. U bepaalt welke genomineerde met deze felbegeerde prijs naar huis gaat. Bent u voor Pamelie, die zich samen met bewoners, jongeren en stagiaires onvermoeibaar inzet om Rotterdam te laten zien wat de wijk Spangen allemaal te bieden heeft? SMS dan BAM naar 6620 of bel 0909 8851. Of voor Mark, die mensen die net als hij lijden aan de ziekte van Parkinson door middel van danslessen hun zelfvertrouwen weer teruggeeft. SMS dan Mark naar 6620 of bel 0909 8852. Of bent u voor Floor, die verstandelijk beperkte jongeren uit hun isolement haalt en ze dingen laat ervaren die voor andere jongeren zo vanzelfsprekend zijn. SMS dan Floor naar 6620 of bel 0909 8853. Laat uw kans niet voorbij gaan. Waarom voel ik me nou zo thuis in Rotterdam? Als je nou ziet wat er allemaal vanavond voorbij is gekomen, dan heb ik het niet alleen maar over de artiesten, maar dan heb ik het over al die mensen die zo aardig onderweg zijn. De mentaliteit van die mensen. Waarom doen ze dat? Niet om rijk van te worden, niet om er een Oscar mee te verdienen. Dat doen ze voor de stad, voor hun medebewoners. Ik ben daar hartstikke trots op. En die heimachines en die sirenes en die havens en dat gekanker in de kroeg, dat hoort er allemaal bij. Je bent als Rotterdammer of Rotterdamse hartstikke rijk. Echt waar. En, nou ja, ik ben hartstikke trots op deze stad. Niet dan? Nou dan. Mazzel.
Gerrit eerst proberen. Thank you very much. Twee powervrouwen van het eerste uur. De een is wethouder arbeidsmarkt, hoger onderwijs, innovatie en participatie. De ander executive director van het SS en Cruiseport Rotterdam.
voor de uitreiking van de felbegeerde publieksprijs zijn hier Corrie Lauwers en Mai Elmar. Goedenavond allemaal. Ik kom net van een andere nominatie en dat is die voor het Stadsinitiatief. 2 7 genomineerden die gaan meedingen voor de finale van het Stadsinitiatief. En net als de RET aardig onderweg wordt, is genomineerd zijn is al winnen. Want hier staan met je project bekendheid genereren, in dit geval door de RET. Er zijn en laten zien wat je kan en wat je betekent voor de stad en wat je over hebt voor deze stad. En nog veel belangrijker als het gaat om deze publieksprijs, wat je over hebt voor andere mensen in deze stad, voor de Rotterdammers. Dat bindt ons en dat is een mooie overeenkomst. Voor het Stadsinitiatief zijn het 7 plannen. Een plan Ravotte om speelplekken te realiseren. Tweede plan Popkantoor voor een echt poppodium in de stad. Als derde een schaatsbaan om echt daadwerkelijk in december al te kunnen gaan schaatsen. Rotterdam Worldwide, daadwerkelijk de stad te verbinden met de hele wereld van het internet. Work at School, al die mensen die hier in de zaal zitten die een vak verstaan ook in die klas brengen. Urban Hot Spring, echt zwemmen in een drijvend zwembad in de Maas. En tenslotte Rotterdam natuurlijk, een mooie groene marathon over de stad. 7 grootse plannen. Maar grootse plannen beginnen altijd bij grootse mensen. En daarom ben ik zo vereerd dat ik hier mag staan, samen met zo'n grootse dame naast mij, Mai Elmar, om voor Pamely, Floor of Mark vanavond daadwerkelijk de prijs te mogen uitreiken van daadwerkelijk de publieksprijs. Dank u wel. Het is op zo goed Rotterdams om dan tegen mevrouw de wethouder te zeggen: may I return the compliment. Dames en heren, wat een geweldige avond. Ik mag juryvoorzitter zijn. En samen met de juryleden hebben we best zitten zweten. Het was moeilijk. Er waren zulke mooie projecten, maar vooral mooie mensen. En dan denk ik altijd, wat geweldig deze stad en haven. Want, lieve mensen, wat is een stad en haven zonder mensen? En wat is Rotterdam zonder haar RET? En we hebben prachtige awards gezien. En dan denk ik in zo'n mooi theater als vanavond, waar we allemaal een beetje blij van worden, hoop van krijgen. Dat krijgen we ook van deze mooie mensen die zoveel initiatieven invullen. Krijgen we ook van de RET die dit bedacht heeft. En dat hebben we nodig met elkaar. Niet alleen in Rotterdam, maar in de hele wereld. Een beetje vriendelijkheid, geluk en oog voor elkaar hebben. En ik zat net te denken, er was een liedje. Dat is u. Een liedje, een mooie serie op televisie. En die heette Toen was geluk heel gewoon. En vanavond zat ik hier en toen dacht ik, het is nog steeds gewoon. Want dat doen we gewoon met elkaar. Ja, en wat is een theater zonder publiek? We hebben 4 prachtige awards gekregen en we krijgen nu de publiciteitsprijs van 3 geweldige kandidaten. En Corrie, we hadden geloof ik een accountant, onze notaris. Daar is de notaris. We mogen hem opmaken. We gaan hem samen opmaken. We gaan hem samen opmaken, ja. Dames en heren, de winnaar van de publieksprijs 2013 is Floor! Nou, de tweede. Gefeliciteerd, kom wel mee. Goed gedaan, joh. Ja. Deze hoort erbij. Ja. Jongens, wat onwijs gaaf. Nogmaals wil ik voor iedereen bedanken. En deze publieksprijs is het teken eigenlijk dat het niet bont genoeg kan.
We gaan graag zo door. Dank u wel. Ja, groot applaus voor Floor. Die ook de publieksprijs mee naar huis heeft. Fantastisch, Floor. Ja. Ja, en dat betekent dat de Aardig Onderweg Awards er bijna op zitten. Dit was de laatste prijs die vergeven is. Maar we gaan u natuurlijk niet naar huis sturen zonder hier nog één keer het dak er letterlijk af te proberen te trekken. En ik weet zeker, ja, en jullie gaan allemaal meedoen, dat ga ik jullie beloven. Want ik weet zeker dat de dame die nu klaar staat, dat kan. Zij is, kort gezegd, een van de allerbeste zangeressen van Nederland. En daar zeg ik niets te veel. Zij stond vorige week nog te schitteren als Maria in de ongelofelijke kijkcijferknaller The Passion van de EO. Dames en heren, ik wil dat jullie allemaal opstaan als zij gaat zingen. Ze is hier, Anita Meijer! Goedenavond! When I was young, I felt the need of learning, love I was told, kept the wheel on turning, still I'm trying to find peace of mind inside. For once in your life, you feel the urge of knowing and wondering. Why? Ja, why, waarom hè? We vragen het ons allemaal wel eens af. Maar als we het één keer met z'n allen doen vanavond hier in Rotterdam, dan moet het lukken! Nou, dat doe ik toch wel hoor. Gezellig dat u er bent en dat u zo lekker meedoet. En ik zie alles bewegen, schoudervullingen, headbangen. Het is ongelooflijk.
Een tijdje geleden toen vroeg een heel fijn collega aan mij of ik met hem in Ahoy wilde zingen. En het was 1985, dus heel lang geleden. En het werd een hit en dat vinden wij fijn, hè? If ever you've got rain in your heart, someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up to love me? Let it be like they said it would be. Me loving you, girl. You loving me. Am I unwise to open up your eyes? Run to me whenever you're lonely. Run to me if you need a shoulder now and then. You need someone older, so darling, you run to me. Open up your eyes to love me. When there is nothing to lose, nothing to pay for, nothing to choose. Am I unwise to open up your eyes? Run to me whenever you're lonely. Run to me. Fantastisch artiest, dames en heren. En het orkest van Carlo van der Put. Geef ze nog een applaus. De beste zangeres van Nederland. Carlo, dankjewel. Geweldig. En wat een backing vocals. Fantastisch. Lieve Anita, dankjewel. Ik zie je gauw weer. Ja, dat is voor mij. Lieve mensen. Ja, het is nog een week. Volgende week sta ik hier 3 dagen. Het wordt mooi. Echt waar. Hebben jullie er zin in? Hebben jullie al kaartjes gekocht ook? Even serieus, hè?
Lieve Maai, wat had je weer een geweldige toespraak. Fantastisch. Dames en heren, wie je bent, wat je doet. Ik zeg het altijd, ook nu vanavond. Goed onderweg. Gewoon geweldig. Onderweg. Ik ben altijd onderweg. Oké, nou, zo kan die wel weer. Bovenin, horen jullie het ook goed? Nee, ik vroeg of je het ook goed hoorde daar bovenin. Hij is mooi, hè? We gaan hem doen, Rodgers en Hammerstein. We gaan er een feest van maken voor de RET. Voor alle prijswinnaars van vanavond. Rodgers en Hammerstein, you'll never walk alone. En like your horn. Come on, and raise your hand. And do it like this. Come on. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. En zondag weer bij de marathon, mensen. Kom je kijken. And again, at the end of the storm. Where's a golden sky and a sweet silver song of love? Oh, walk on through the wind. Don't your dream be turned. Zal ik nog een leuke vertellen? Heel goed van die man die kwam de dominee tegen.